Een aantal maanden geleden loog de media ons voor dat Kaag, voormalig minister van Financiën, de financiën blakend gezond had achtergelaten. In werkelijkheid was de puinhoop op financiën zo groot dat Omtzigt besloot op te stappen tijdens de formatieonderhandeling. Toen bleek dus al dat Kaag een grote puinhoop had achtergelaten op het ministerie. En nu komt dit bericht naar buiten. Er wordt gewaarschuwd, want de schatkist is leeg. Er werd gesmeten met geld, vaak zelfs zonder goedkeuring van het parlement. Miljarden naar klimaat. Miljarden naar een oorlog die niet de onze is. Miljarden naar corona en miljarden naar het onhoudbare asielbeleid. En ondertussen de hardwerkende burgers en ondernemers maar laten dokken. Hardwerkende mensen gebruiken als pinautomaat voor peperdure linksliberale hobby's. En dit terwijl toeslagenouders nog steeds wachten op compensatie. Dit terwijl Groningers nog steeds wachten op compensatie. Terwijl kinderen met honger naar school gaan. Terwijl veel Nederlanders noodgedwongen in hun auto moeten slapen. Terwijl ouderen nachtenlang eenzaam in hun incontinentiemateriaal zitten. En terwijl veel burgers de rekeningen, de boodschappen en hun ziektekosten niet meer kunnen betalen. Om nog maar te zwijgen over de onbetaalbare energierekening. Kaag, je moet je schamen.